Nou gingen er vast wel eerder mensen zwemmen hoor, maar dit is Jacoba van Beieren en ja, daarom is het genoteerd. En dan staat er dat ze dus heel veel plezier hadden en dat ze gelukkig waren. Een van de eerste uitdrukkingen van aardsgeluk. Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. En vandaag hebben we in de studio hoogleraar Nederlandse historische letterkunde Herman Pleij. Hij praat over de gelukservaring van de mensen in de middeleeuwen en vergelijkt dat met de gelukservaring van nu. Podcast of Hope, moving towards happiness. Wat verstonden mensen in de middeleeuwen onder geluk? Ja. Nou, en wat is daar het antwoord op inderdaad? Ja, daar is antwoord op te geven, omdat dat aanvankelijk in de middeleeuwen, nou een tijd geleden, ligt dat vrij beslist. Althans voor de kerk, namelijk dat geluk niet bestaat op aarde. Dat kan niet. Hm. Sinds de zondeval is de aarde geperverteerd, pervers geworden. En dat komt door de duivel. De duivel is eigenlijk de baas op aarde geworden. De mens loopt eigenlijk moeizaam als een soort pelgrim over aarde. Loopt hij naar het laatste oordeel toe. En heeft dan alle hulp nodig van God en de heiligen om zich te beschermen tegen de verleidingen van de duivel. En mag dan hopen dat hij min of meer behouden aankomt. En dan, als dat goed gaat, nou, na een paar miljoen jaren in het vage vuur, maar vage vuur heeft maar één uitgang, en dat is naar het paradijs, naar het hemelse paradijs. En dat, daar breekt het geluk aan. Hmm. En dan ook wel in zijn meest zuivere vorm, namelijk een eeuwig perfect geluk. Nou, dat is dus, zouden wij zeggen, heel zwart-wit gedacht. Daar komen wel allerlei varianten op in de middeleeuwen. Dat mensen met een beroep op de Bijbel zeggen, ja, maar in de Bijbel is op aarde toch ook wel eens vrolijkheid. En er staat ook, je weet dat in de Bijbel de meest uiteenlopende standpunten worden ingenomen. Vandaar dat we ook altijd zo'n probleem hebben met religies die zich beroepen op verschillende Bijbelpassages of die ook anders interpreteren. En dan zijn er wel degelijk bewegingen, zo vanaf de 14e eeuw, die zeggen geluk op aarde moet ook mogelijk zijn. En dan is het argument, dan houden we daar voorlopig over op, denk ik. Dan is het argument dat men zegt, het aardse paradijs, waar de mensen uitgegooid zijn, hè, want dan begint dus de ellende op aarde, dan komt ziekte en rampen en sterfelijkheid in de wereld, want die was er aanvankelijk niet in de schepping. Dan krijg je dus de situatie dat mensen kunnen genieten, omdat dat aardse paradijs niet weg is. Dat is nog steeds op aarde, alleen de mens is eruit gegooid. Maar het aardse paradijs had vier stromen en die gingen over de aarde en die brachten allemaal vruchtbaarheid en specerijen en goud kon je dus vinden. En dat was om mensen dus toch in een gelukzalige situatie te brengen. Dus dan komt in de praktijk dat begrip geluk komt ook op aarde terecht. Dat idee dat het niet op aarde te vinden is, dat komt een beetje van Augustinus af, als ik het goed heb, hè? Ja, dat is de oorspronkelijke theologie van de kerk, hè? Augustinus, 5e eeuw, die dat vaststelt. Het geluk is het echte leven, want zo noemt men dat dan eigenlijk in het christendom. Het echte leven begint na de dood. De dood is de poort naar het echte leven. Ja. En het echte leven is eeuwigheid in de hemel en dat is geluk. En daarvoor niet. Nou, dat is zwart-wit. En daar wordt dus op gevarieerd, zeker aan het eind van de middeleeuwen. Weet u toevallig ook wat vroege christenen voor Augustinus dan daarover dachten? Nou, die dachten daar nog veel stringenter over. Ja. Want het waren de woestijnheiligen. En dat zijn eigenlijk de eerste christenen die heel nadrukkelijk in de praktijk brengen wat zij denken dat de essentie van het christendom is. En dat is soberheid, ontbering, versterving, het navolgen van Christus, net als Christus. Die trekken zich terug in de woestijn, die proberen van bijna niks te leven, die eten nauwelijks, de gras, als ze dat kunnen vinden. Dus die versterven hun lichaam, die heel bewust, en die beschermen zich daardoor tegen zoveel mogelijk verleidingen. Want die duivel is alleen maar bezig om die mens te verleiden tot alle hoofdzonden. Ja. En dan uiteindelijk kan die duivel jouw ziel veroveren en dan ben je voor eeuwig verdoemd. En dan is het helemaal afgelopen. Nou, ze beschermen zich door dat lichaam
te mishandelen, hun eigen lichaam eigenlijk. Want dan komt daar ook niks meer binnen. Dan worden ze niet... Duivel probeert altijd je de controle te doen verliezen. Door bijvoorbeeld met seks. Hè, dat is een verleidelijke vrouweninstrument. Of met lekker eten. Of met mooi weer. Hè, te genieten van aardse dingen. En dan verlies je de controle. Dan ga je genieten. En dan schiet de duivel toe met de hoofdzonde. En dan heeft hij je ziel gewonnen. Tot en met het veroveren van je ziel. Hij weet je ook tot zelfmoord te bewegen, hè, vanuit het geloof. Nou ja, oké. Die woestijnvaders, die zijn dus nog veel strenger dan Augustinus. Die gaan in de woestijn zitten omdat er geen vrouwen komen. Dus dan hebben we dat probleem opgelost. Nou, het is bijna niet te eten, dus dat klopt dan ook goed uit. Ja. En ze moesten alleen zorgen dat ze niet doodgingen, want dat zou zelfmoord zijn. Oh, ja. En dat was weer helemaal mis. Dat kan niet. Tot in onze tijd heb je nog steeds wel dat mensen die zelfmoord plegen niet in gewijde grond begraven mogen worden. Nou, in de praktijk wordt daar niet meer zorg over na, maar officieel volgens de kerkelijke leer is dat nog steeds het punt. Het heeft wat stoïcijnse elementen bijna. Ja, zeker. Dus je zoveel mogelijk beschermen tegen aardse invloeden. Kijk, om dat nog een beetje te illustreren, want dat klinkt ons allemaal nu toch heel vreemd in de oren. Daarom zeg ik, daar komt aan het eind van de middeleeuwen ook wel verzet tegen. Maar op een aantal punten blijft die argwaan tegenover de natuur blijft heel hoog. Mensen in de middeleeuwen gingen niet in de zon liggen. Er was geen badcultuur of strandcultuur. Dat vinden wij, nou, we vandaag fantastische dag, hè? Heerlijk. Hè? Denk je? Nou, stel voor, je woont in de kuststreek of zo. Gingen die mensen dan lekker naar zee een dagje? Nee, de zee was verleidelijk. Er stond ook bekend dat stromend water, daar kon je besmettingen oplopen. En vrouwen konden, als ze in een stromend water vielen, konden ze zwanger raken. Dus nou, was je zwanger? Ja, ik ben in een beek gevallen, helaas. Maar goed, stromend water was smetstof. Niet stilstaand water, hoor, want dat was weer positief om je te reinigen. En dan kon je op allerlei manieren. Maar bijvoorbeeld een middeleeuwse tekst als Van den Vos Reinaarde, heb je wel eens van gehoord, neem ik aan. Over dat vosje, die allemaal trucs uithaalt en op een gegeven moment ingedaagd wordt, omdat hij het wel erg bont maakt. Dus dan moet hij voor de rechterstoel van koning Nobel verschijnen. En dan gaat Bruin de Beer, die is een vazal aan het hof, en die gaat hem indagen, ophalen. En dan staat er in de tekst dat Reinaard lag lekker te zonnen voor zijn slot Maupertuis. Hij heeft een slot er allemaal. En nou, denken we, het was zeker mooi weer dan of zo, oké. Voor een middeleeuws publiek is onmiddellijk duidelijk, dit beest deugt niet. Die geeft zich over aan de natuur, aan natuurlijke verleidingen. Ja. En dat is steeds, de badcultuur komt pas op gang in de 19e eeuw. En dan onder de adel, onder onze chique mensen. Ja. He, dan het genezende kracht van water wordt dan beklemtoond. Nou, zo zijn allerlei dingen uit de natuur in de middeleeuwen. De natuur wordt geregisseerd door de duivel. Dus je moet je daartegen beschermen. En vooral je zintuigen dus zoveel mogelijk gesloten houden. Want die duivel, het ergste wat de duivel kan doen is bijna binnen kruipen. Ja. Kruipt hij bijna binnen en dan ontregelt hij alle stations. Dus dan zie je verkeerd, dan hoor je verkeerd, dan luister je verkeerd. Dan misleidt de duivel jou van binnenuit. Nou klinkt het allemaal ontzettend dwaas. Maar als je het een beetje vertaalt in andere termen, dan herken je ontzettend veel. Want wij verklaren allerlei psychiatrische verschijnselen door ontregelingen. Ja, dat noemen zij de duivel die naar binnen is gekropen. Maar wij, daar geloven we niet meer in. Maar er zijn wel allerlei andere verschijnselen, die jou storingen in je hersenen, die jou dat soort ervaringen geven. Dus dan is het weer heel opvallend. Zelfs, je kunt het heel groot maken. Je kunt zeggen, wat men in de middeleeuwen aan God toeschrijft, dat schrijven wij nu toe aan de natuur. Moet je maar eens opletten. Ja. Hoeveel dingen waarvan we zeiden, dat komt door God en dat is Gods straf. Wij zeggen nu, nature hits back. Ja. Als wij dus corona-epidemie krijgen over de wereld, dan zeggen we, dat is onze schuld. We hebben de natuur, zijn we aan het verpesten en aan het verbruiken. Ja, ja, ja. En de natuur. En eigenlijk wijzen wij toe aan die natuur wat wij vroeger aan God toewezen. Bijna alsof er al die tijd al hetzelfde ding mee wordt bedoeld. Nou, denk daar maar eens op door. Ja. Dan kom je heel ver. Maar als het die mensen toen lukte om de duivel buiten te houden, waren ze dan gelukkig? Of was het gewoon dat het gelukkig zijn, dat was toen ook niet eens een ding? Want het concept bestond toen niet op aarde, maar
Waren de mensen toen gelukkig? Nee, je zegt precies zoals het is eigenlijk. Want het is alle twee zo. Dus het is de forse theorie natuurlijk om in het begin te zeggen... geluk bestaat niet op aarde, dat is alleen de hemel, klaar. Mm-hmm. Maar daar komt dus inderdaad in de loop van de 14e eeuw... komt daar toch duidelijk verandering in. Dat mensen zeggen, geluk op aarde is er ook al. En dat is een mooie overgangsfase. Dan zeggen ze, geluk is er ook al in het besef dat je gelukkig zult worden. Ja. En daar word je op zichzelf al gelukkig van. Ja. En dat betekent dan vooral dat je gedrag hebt gevonden, dat je je weet te beschermen tegen de verleidingen van de duivel, dat je dus hoop hebt op, podcast of hoop, dat je hoop hebt op dat je dat geluk in de eeuwigheid zult bereiken. Hm. En dat stemt je dan zelf, dat zeggen ze zelf, dat stemt je dan zelf ook al op aarde gelukkig. Ik zal een bizar voorbeeld geven. Mensen willen, dat komt vooral in religieuze kringen natuurlijk voor, aan het eind van de middeleeuwen, zijn ontzettend benieuwd naar de stervenservaring. Ze staan soms te dringen om een sterfbed, om het zo maar te zeggen. En dat is veel bij nonnen en bij monniken en zo zie je dat gebeuren. En dan wordt het heel realistisch beschreven. Het waarheidsgehalte daarvan kun je in hoge mate betwijfelen, maar het drukt wel het ideaal uit dat mensen dan... Zeg, er is een oude non en die ligt op de sterfbed. Die blijkt dan volgens het verhaal nog geheel in staat te zijn om haar eigen sterven als een soort reportage te vertellen. Zeg, zie je al wat? Want nonnen waren de bruid van Christus, hè? Dat was de voorstelling. En zij zouden dus ook letterlijk trouwen met Christus als ze dood waren, hè? En in de eeuwigheid waren aangekomen. En Christus stond ze op te wachten, dat was de gedachte. En dan zeggen ze, overigens komt deze visie op de dood ook buiten het christendom wel voor, hoor. Dus ook bij mensen die niet geloven. Dus dat je een lange tunnel ziet met aan het eind licht. En aan het eind zie je dan ook Christus klaarstaan als bruid die je gaat... En dan vraagt ze de hele tijd van, zie je hem al? Heeft hij een ring in zijn hand? Heeft hij een ring? En dan, ik zie het licht, kom, ja, nou ja, goed. En dat wordt helemaal heel realistisch beschreven. En dan zegt die non uiteindelijk, het is volbracht. Dat zijn de woorden van Christus aan het kruis. Als Christus aan het kruis sterft. Mm-hmm. En dat zegt die non dan volgens de rapportage. Zegt dat dan ook, het is volbracht. En dan is ze dood en dan is ze voor eeuwig gelukkig. In de armen van Christus. Nou, daar werden mensen op zichzelf gelukkig van. Dat je dus een sterfbed kon meemaken. Waarin mensen je ook precies vertelden wat er dan zou gebeuren. Hoe dat ging. Maar dat gaat dan weer verder. En dan wijst men op plaats uit de Bijbel. Uit Spreuken en uit Ecclesiasticus. Daar staan allemaal spreuken zijn dat. Hè. Daar staat heel van, er zal blijheid heersen in het huis van God. En dat bedoelen ze niet de hemel, maar dat bedoelen ze de kerk. Dus op aarde. En dan zeggen ze, dus je kunt daar ook blij zijn. En dan zeggen ze op een gegeven moment, maar wacht even... Er is wel een zondeval geweest, maar de mens heeft ook. De aarde is niet. De aarde is bedoeld gewoon om van te genieten als schepping. En dat heeft die duivel dan wel bedorven, maar dat is de mens hun eigen schuld. Maar daarmee is de mogelijkheid om te genieten van de natuur is op zichzelf wel aanwezig. En dan gaat Jacoba van Beieren, een van de opstandige vrouwen uit de middeleeuwen, het begin van de 15e eeuw, die gaat... Het is het eerste gerapporteerde zeebad dat we hebben. Die gaat met haar jonkvrouwen zwemmen in Scheveningen. En het is de eerste verhaal van gewoon letterlijk een dagje. En dat weten we, want daarna gingen ze naar de kermis. Dat zouden ze zo graag bij geweest zijn, wat ze dan deden. Ja. En niet alleen omdat ze geen zwempak bij zich hadden, want dat was natuurlijk allemaal niet. Maar hadden dan leuk allemaal de zee in, dan leuk allemaal naar de kermis. Omdat ze de Trezorier, de schatbewaarder van de graven van Holland, die over het geld gaat, die moet zij om geld vragen. Zeg maar om een zakcentje, om ze uit te gaan. En die moet dat allemaal opschrijven. En die schrijft dat een beetje bozig op, zoiets. Want die vindt dat natuurlijk echt onbegrijpelijk. Nou gingen er vast wel eerder mensen zwemmen, hoor. Maar dit is Jacoba van Beieren. En daarom is het genoteerd. En dan staat er dat ze dus heel veel plezier hadden en dat ze gelukkig waren. Een van de eerste uitdrukkingen van... aardsgeluk. Dat zei ze ook echt, ze waren gelukkig. Ja, dat staat er dan. Interessant. En dat krijg je dan veel meer. Hè? Dan heb je het echt over de 15e eeuw. En dan wordt ook de verstoring van het geluk door de duivel, CQ door de dood, die wordt ook, agressief gebracht. Dat is een voorbeeld. Hertogin Maria van Bourgondië, dochter van Karel de Stoute, een jonge vrouw, de vader overlijdt plotseling, onverwacht. Zij is heel jong, 18 of zoiets.
kan hem niet opvolgen, want ze was een vrouw, dus ze moet trouwen met een man. Dat doet ze dan, Maximiliaan van Oostenrijk. En die vrouw die wordt beroemd in de Nederlandse geschiedenis, omdat ze... ze staat ook in de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Mm-hmm. Overigens om andere redenen. Maar wat ik zo bijzonder aan haar vind, is dat ze voor het eerst de belichaming is van expliciet geluk. En dat zelf ook uitspreekt. Ze was heel goed in sport. Ze kon ontzettend goed schaatsen. Dus ze schaatst op de wallen van Brugge. De hele dag met haar gevolg. De hele bevolking van Brugge loopt uit. Hè. Dat is een heel bijzonder. Een hertogin die ontzettend goed kan schaatsen. Veel beter dan al die lakeien die ze bij zijn. Die kunnen helemaal niet schaatsen. Heeft ze een spelletje bedacht. Die houden zich aan elkaar vast. Gaat ze erachter staan en duwt ze zo om. Vallen ze als zo'n domino stenen om. En dat doet ze niet uit gemeenheid. Want er staat er dan bij in die kronieken dat ze goed opletten dat ze zich niet bezeerde. Dat ze onmiddellijk ging. Dus ze was helemaal gezegd. Maar ze was door het dolle heen met schaatsen. En dan wil ze nog een rondje aan het slot, want we zijn een wilde huis, het wordt donker. En dan valt ze. En dan kneuzen ribben en heel pijnlijk allemaal. Goed. Nou ja, ligt weken, moet ze naar bed. Maar dan wordt ze toch weer beter. Een jaar later, ze was gek op paardrijden en ze kon over heggen springen. Dus dat was haar lievelingssport, met paard. En dan met de benen dus wijd, hè, dan op het paard. Dus niet, dames hoorden zo met hun benen aan één kant te zitten. Ja, nee, niks ervan. Zij dus, dan kun je natuurlijk ook niet over heggen en zo. Wordt erg moeilijk. Nee. Dus zij zat dus een kerel op het paard. En dan komt 1482, dan valt haar paard, struikelt. En zij komt onder dat paard, van bovenop. En allerlei inwendige bloedingen. Weken blijft ze... Niemand kan er helpen, inwendige bloed, ja. Ja. Schreeuwend en na een paar weken overlijdt ze. En dan breekt er een storm van protest, als het ware, rond in de Lage Landen. Dus een lied wordt gezongen tegen de dood. Oh, dood, 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 wat heb je nou gedaan? Waarom heb je de levensdraad van die jonge vrouw doorbroken? Waarom heb je haar geluk in het verderf gestort? Valt dat woord geluk ook weer. En dat gaat over zeer aardse dingen. Hè, en wereldse dingen die ze doet. En dat is ook de tijd in de 15e eeuw. Dat de dood niet meer zo'n leuke, lieve oude man is. Die met een zandloper je voorzichtig eraan komt herinneren. Dat de eeuwigheid voor je gaat beginnen. Nou, waarvan dus al dat was heel positief gevuld. Hè, het eeuwige leven. Nee, nu wordt de dood voorgesteld als zo'n half ontvleesd lijk. Weet je wel, zo'n geraamte waar nog wat vlees aan zit. Mm. En dan zo'n doodskop en dan met zo'n pijl in zijn hand of een speer. Ja, omdat het geluk al op aarde is, is de dood opeens eng geworden. En daardoor is de dood nu ineens een boosaardig, akelig, angstaanjagend verschijnsel. Ah. Dus het aardse leven wordt ineens opgewaardeerd. En daar hoort geluk ook thuis en dat kan. En dan word je woedend als dat verstoord wordt bij zo'n jonge vrouw. Ja. Maar dus vanaf de 14e eeuw, zei je, hè, dat mensen... Ja, dan begin je... Opeens, dat je die omslag maakte, maar... Hoe zag men geluk dan, of hoe definieerde men het geluk? Ja, als een situatie van goddelijke genade. Hè. Dat werd altijd nog wel in religieuze termen verklaard. Ja. Maar dat had betrekking op aardse omstandigheden. Dus dat je genoot van Gods schepping. Hè, want die had dat toch niet voor niks gemaakt. Hè. Dat kon je toch. Dat strekte zich ook uit over seksualiteit. He, die buitengewoon beklemd was en buitengewoon aan allerlei voorwaarden was voor de voortplanting en de kanalisering van anders ongewenste lusten. Dat kon dan het beste binnen het huwelijk plaatsvinden, anders gebeurden allemaal vreselijke dingen. En dat wordt ook losser, er komt dan ook een element. Ik heb daar ook een boek over geschreven, dat heet Oefeningen in Genot, over de seksuele revolutie in de 15e eeuw. Dan is seksueel genot ook toegestaan. Dus niet alleen maar in het perspectief van voortplanting en kanalisering van lust, maar onder het argument, en dat is op zichzelf altijd wel een mooi argument, onder het argument van waarom heeft God dan het lichaam van man en vrouw zo ingericht? Als dat allerlei mogelijkheden heeft. En waarom mag je die dan niet gebruiken? Ja, voor de voortplanting, maar dan mocht je niet van genieten. Je moest bij de voortplanting, als je het leuk vond of lekker of weet ik wat, was dat een teken dat de duivel je dan beet had. Nou, een ontspannen manier van bezig zijn. En dus dat was omkleed met nou, dat wordt ook losgelaten. Je mag nu ook echt genieten, de geluksgevoelens hebben.
Dus ook met seksualiteit. Want dat was de bedoeling, kijk maar naar wat je lichaam allemaal kan. Nou, er waren nog wel een aantal beperkingen, maar dit is toch wel een enorme doorbraak. En die komt in de beeldende kunst en de literatuur, komt dat naar buiten. En dan is geluk een gevoel van volmaaktheid. Dus voldoen aan de potenties die je lichaam en het leven en de natuur bieden. En daar volop van genieten, dat is eigenlijk dan de opvatting. Maar nog steeds in termen van God, die heeft dat zo allemaal geregisseerd. En werd geluk vanaf dat punt toen ook minder vanzelfsprekend? Zoals ik het gevoel heb dat het nu is? Ja, nou, en dat komt een beetje in... dat is die ontwikkeling is natuurlijk allemaal niet... Ik heb in dat boekje, dat heeft 100 bladzijden of zo... heb ik geprobeerd om dat een beetje te schetsen. Maar dat kan natuurlijk zeker niet voldoen aan... wat er allemaal in die 16, 17, 18, 19 eeuw gebeurt. Maar je krijgt grofweg wel twee bewegingen. En dat is, die ene beweging is eigenlijk wat ik dan voor het gemak maar noem het georganiseerde geluk. Dus we gaan nu het geluk regelen. En daar komen al die utopia's vandaan. En al die en dat mondt uiteindelijk uit in dictatoriale vormen. Noord-Korea, daar gaat het dan naartoe. Okay. Wij gaan het geluk is een staatszaak. Ja. Dat komt niet, hebben ze niet in Noord-Korea bedacht hoor. Dat staat al in 1789 komt dat in de wetgeving voor. En dat staat zelfs in de... het staat niet in onze grondwet, maar het staat wel in de Franse grondwet uit de 19e eeuw. Dat het de taak van de overheid is om het geluk van de burger te verzorgen en te garanderen. Ja. En daar krijg je een spanningsveld. Want als de overheid gaat regelen hoe geluk eruit ziet en hoe dat is, dan krijg je een dictatuur. Daar is dan geen keuze in. Nou, Noord-Korea is daar het modern gezien. Als er iets fijns is, de geboorte van een kind van de heerser of zoiets, of de bruiloft, hele volk lacht. Iedereen lacht. Gaat de heerser dood, iedereen huilt. Ik weet niet, dat was een aantal jaren geleden. Toen ging die vorige president, of hoe die ook heet, die ging toen dood. En iedereen huilde toen. Dus ook de televisiepresentatrice, die maakte huilend bekend dat die... Maar de nieuwe, dus die dikke man die dat nu is... Ja, ik vind het een beetje raar om te zeggen, maar ik weet niet hoe die heet zo gauw. Maar je weet wie ik bedoel. Ja, Kim Jong. Kim Jong. Nou, en toen die aan de macht kwam, het hele volk juichen, allemaal. En dus ook weer dezelfde presentatie, een leuke oude vrouw die dat nieuws doet. En die van, dus ook helemaal opgewonden en blij. En het gaat niet aan om te zeggen van dat ze dat speelt. Nee, dat is helemaal daarin geïndoctrineerd in dat gedrag. Maar dat is wel oprecht. Dat is inderdaad wel wat ik bedoel. Maar wat je oprecht wil noemen dan. Ja, nee. Het is geïndoctrineerd. Mensen zijn daar natuurlijk heel nadrukkelijk naartoe gebracht. Ja. Dus dat is eigenlijk één ontwikkeling die overigens al begint bij Rousseau. De 18e eeuw, dus het genieten van de natuur. Argwaan tegenover wetenschap, hè, dat wil men dan ook gaan organiseren, dat geluk. Dus het organiseren van geluk. Nou, en daar kun je dus ook dan, wat voor mij een soort uitwas is, als je dat geluk noemt in de moderne tijd, die geluksindustrie, noem ik het maar even voor het gemak. Ja. Het is een soort geluksindustrie, en die zelfs geluksprofessor heeft, niet alleen in Nederland hoor, je ziet ik weet het alleen van de westerse wereld, maar ook allerlei cursussen en opleidingen. En ik geloof dat de Universiteit van Rotterdam er ook op zit. Erasmus. Ja, we hebben veel van die professor hier op de show gehad. Oh ja. Ja. Nou ja, kijk, ik heb helemaal niet zoveel verschil van mening daarover. Maar wel over de implicaties. Omdat het natuurlijk erg van afhangt wat je geluk noemt. Dat is toch een beetje een containerbegrip. Het is heel groot. Nou, jij hebt geluk gehad. Ja, dan is het heel oppervlakkig. Ja. 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 Tot heel diepzinnig dat men dat zo ervaart. Maar de geluksindustrie heeft ook iets georganiseerds, van iets opgelegds. Dat je dat, en dat is een suggestie ook heel vaak, vrij gemakkelijk kunt krijgen. Als je maar een beetje slim bent of handig. Of luistert naar degene die jou dat verkoopt. Ja. Soms ook letterlijk verkoopt. Ja. Ja. Nou, dan heb je zo'n tijdschrift, dat heet Happiness, heb ik me toen erg mee bezig gehad, 5 jaar geleden. En er was uitgerekend een nummer, want dat blad bestond 20 jaar of zoiets, of 25 jaar. En hadden ze een nummer gemaakt en daar stonden 100 tips om gelukkig te worden. En dat, nou ja, stond altijd vroeg opstaan of weet ik veel. Dus dat soort tips. Toen denk ik, waar haal je het in je hoofd? Nee, ik bedoel, dat waren best dingen
waarvan je denkt van nou, dan voel je je misschien beter. Of het hangt overigens heel erg van het individu af, dat kun je helemaal niet algemeen maken. Maar de onbenulligheid was troef in die dips. En wat mij daaraan ergerde, was dus het gebruik van het woord geluk. He, dus als je nou zegt, ik noem dat tips om je beter te voelen, of dat je wat betere conditie hebt, of weet ik veel, beter welzijn ervaart. Mm. Nou ja, oké. En dan vind ik het nog onbenullige tips, maar goed, dat kun je dan natuurlijk zo wat zeggen. Maar als je dat dus verheft tot het ultieme gevoel van aanwezig zijn, levend zijn op aarde, dat je dus onnozel bent als je dat niet even regelt, of een cursus betaalt, of weet ik veel, om dat te worden, dan vind ik dat een slag in het gezicht van mensen die depressief zijn. Depressief zijn is een ernstige ziekte. He, dus niet depressie, iedereen is wel eens depressief of voelt zich gewoon lullig. Dus dat bedoel ik niet. Ik bedoel mensen die echt depressief zijn en ook behandeld worden en allerlei methoden. En wat nogal eens in suïcide uitmondt, soms na jarenlange verpleging toch, nou ja, iedereen kent wel in zijn omgeving dat soort voorbeelden. Tegenover dat soort mensen die daaraan lijden, vind ik het zo beledigend om te suggereren van je bent onnozel of een schlemiel als je dat niet regelt. Want geluk wordt, dan moet je, dat is heel eenvoudig. En ik zei al, dat heeft te maken met je opvatting over wat je geluk noemt. En waar dus die hele industrie het over heeft, dat is bevorderen van welzijn. En dat gebeurt in allerlei vormen van onbenulligheid, maar ook in best zinvolle tips. Je zegt van, zorg dat je elke dag 5 kilometer gaat wandelen of weet ik veel. Ja, dat is voor veel mensen is dat eigenlijk best een handige tip. En zeker in die coronaperiode zijn dat soort tips ook naar buiten gekomen. Ik maak dus nogmaals bezwaar tegen die geluksindustrie en het gebruik van het woord geluk. Maar, want ik wil het graag dus exclusief hebben. Maar wat is echt geluk volgens u dan wel? Ja, dat is iets wat je overvalt. Maar ik zeg dus niet dat het is. Dat is zoals ik dat wil opvatten. Ja, ja, ja. Maar overvalt op wat voor manier? Nou, dat is iets wat je overvalt. Dat overvalt me elke keer wel een paar keer. 2, 3 keer per jaar, om het zo maar eens te zeggen. Maar ik kan het niet creëren. Ik kan niet zeggen, het wordt weer eens tijd dat ik mezelf lekker gelukkig voel. Ja. Nee, het overvalt me. En waar bestaat het dan uit? Dat je het gevoel hebt dat alles op zijn plaats valt. Dat alles ineens harmonisch is. En dat alles klopt. En jij daar het middelpunt van bent. En in hele simpele situaties. Ik had het, heet van de naald. Ik was vorige week in Bourgondië aan het werk. Begeleider van een reis. Een wetenschappelijke reis naar hoogtepunten in Bourgondië. En dat is heel vermoeiend, tenminste op mijn leeftijd. Omdat mensen heel veel willen weten, dat is heel leuk. En ook 's avonds natuurlijk, dat gaat maar door. En ze zijn enthousiast geworden door wat ze zien en door wat ik er dan over vertel. En dan willen ze nog meer. Dus dat is helemaal in orde. Dat vind ik ook heel leuk, maar ik ben inmiddels 79 en dat betekent dat je op een gegeven moment toch een beetje moe wordt. Oké. Nou zit er in zo'n reis, zitten er van tijd tot tijd ook pauzemomenten. Het wordt niet elke avond met z'n allen gegeten, maar mensen worden ook vrijgelaten een paar avonden om zelf te gaan eten of zelf te gaan lunchen. En dat zoeken ze zelf hun clubjes uit. En dat betekent dat ik ook vrij ben. Dan ga ik niet mee met zo'n clubje, want anders blijf ik alleen maar in die sfeer. Mm-hmm. En ik was in Mâcon, dat ligt aan de Saône, hele brede rivier, richting Lyon. Mm-hmm. En ik ontdekte, en dat is nou een aardig mooi stadje met allerlei middeleeuwse dingen. En ik ontdekte ineens dat er een grote brug liep daar midden in het centrum bij de Saône, of de Saône naar de andere kant. En daar zag ik, dus hier was daar heel breed. Ik zag daar in de verte, wat bomen en zo. Toen dacht ik, god, ik wou weg. Ik wou uit dat normaal verschijnsel. Dus ik loop die brug af, het is hartstikke mooi weer trouwens. En ik kom aan de overkant, er blijkt een paar restaurants te zijn. En een hele grote tuin, een enorme tuin. Met een mooi barretje erin. En ik ging daar zitten. En die zon die stond scherp op de Saône. Die trok zo'n gouden spoor over dat water. Ja, mooi. En ze hadden daar zo'n mooi tafeltje aan de rand van dat water. En er waren bijna geen mensen. Het was nog 4 uur, 4:30. En ik nam een glaasje wijn. Bourgogne. Mooi. Ja. Toepasselijk. En ik zat aan dat tafeltje en ik keek over dat water. En alles stond op zijn plaats.
Ja. Dus ik zag het Mâcon liggen, mooi, die middeleeuwse huizen aan de overkant. Ik zat in die bomen, platanen, het zijn allemaal mooie bomen. Ik had zo'n perfect glas wijn, perfect ingeschonken. En alles klopte. En dat overkomt je. Als ik zeg van ik ga dat opzoeken, daar, ik ga daar zitten, want dan word ik even gelukkig. Zo werkt het absoluut niet. Maar dat gebeurt mij 2 à 3 keer per jaar. Niet altijd in deze setting, maar ik bedoel het gevoel van compleetheid en ik hoor erbij. Maar als je geluk dan bijvoorbeeld zou definiëren als het leiden van een goed leven, zoals Aristoteles bijvoorbeeld zou doen, dat vindt u onzin? Nee, dat vind ik niet onzin. Ik vind alleen, maar dat zou ik geen geluk noemen. Dat zou ik geen geluk noemen. Nee. Dat zou ik dus noemen een harmonieus leven, een uitgebalanceerd leven, een aangenaam leven. Ja. Nou, alles. En daar kun je aan werken. Ik werd toen ook uitgenodigd door de gemeente Schagen, kan ik me herinneren, 2015. Die hadden een geluksambtenaar, een wethouder. Een wethouder voor geluk. Die hebben wij hier ook. Even disclaimer, die hebben wij hier ook. In Duiven. Ja. Dus je moet oppassen wat u zegt. Ik neem alles terug. Nee, ga door. We hadden ook een vraag wat u van het idee van een geluksambtenaar vindt. En dat vond ik dus echt onzin. Ik zei, ben ik hier in Noord-Korea of zo? Wat is dat hier? Want ik vond namelijk en dan kregen mensen bijvoorbeeld, dat had die gemeente misschien, dat gebeurde dat hier ook. Die kregen dan mensen beneden het inkomensminimum of zo, hè, de mensen die het slecht hadden. Hè, het verhaal van veel armoede in Nederland, dat klopt. Er zijn echt bedroevend veel mensen die onder zeer beperkte omstandigheden moeten leven. Dus beneden de armoedegrens of daar net op de rand. Nou, dan kun je niks. Dan kun je eten en zo. En dan moet je elke keer ontzettend rekenen. En daar hadden ze in Schagen bedacht dat die mensen die kregen dan jaarlijks een keer €800, hè, zoiets. En wat konden ze dan doen? Dan konden ze alles mee doen wat ze wilden. Nou, terecht, dat leek me juist. Bijvoorbeeld een fotocursus volgen. Toen dacht ik, het is een verrijking van hun leven, een fotocursus volgen. Maar dan, wat dan? Dat is een fundamentele probleem. Je geeft die mensen een probleem erbij. Dan kunnen ze dus fotograferen. Maar dan kunnen ze verder dat niet meer, want dat kost geld, die hobby natuurlijk. Enkele die daarvan kan leven. Maar ik vond dat zo kortzichtig. Bovendien had dat naar mijn gevoel dus niks met geluk te maken. Maar met welzijnsbevordering. Ja, ben ik veel mee eens. Als je dus een wethouder hebt voor het bevorderen van welzijn, of hoe je dat ook noemt, ben ik totaal mee eens. En dan moet je het wat slimmer opzetten. Dan moet je niet zo onnozel van. Maar dat die mensen wat krijgen, gestimuleerd worden. Het gevoel hebben dat ze ook meedoen. Zoals kinderen die dat vreselijke verschijnsel, dat kinderen niet mee op schoolreisje kunnen. Omdat dat €15 kost. Maar ja, dat kunnen ze niet bekostigen. Dat mijn dochter is schooljuf. En die schrijft daar ook over wat ze doet. En daar hebben de juffen en de meesters, die hebben daar zelf, want dan is er geen geld voor op zo'n basisschool. En die hebben dan zelf een fonds gevormd. Ja, die zijn zo solidair met die kinderen. Die zeggen, we gaan niet op schoolreisje als er 2 kinderen van achter moeten blijven. Natuurlijk doe je dat niet. Dus als er een wethouder is die dat soort dingen, welzijnsbevordering, gaat regelen, dan ben ik geheel voor. Het heet gewoon verkeerd, of de verwachtingen van de functie zijn verkeerd. Exact, je kunt dus ook gewoon dit gesprek reduceren, althans dit verschil, door te zeggen van het is een terminologieprobleem. Maar dan komt mijn ergernis dus de hele tijd over. Ja. Geluk is betaalbaar en als je een beetje slim bent, word je gelukkig. Maar er is wel heel veel vraag naar geluk. Mensen zoeken echt geluk. Ja. Is dat te verklaren door bijvoorbeeld het wegvallen van de kerk of misschien de toenemende democratie? Dat staten die functie niet meer bekleden? Of de kerk? Dat heeft er van alles mee te maken, naar mijn mening. In die zin dat mensen in hoge mate in de westerse wereld, maar zeker in Nederland ook, vanaf de jaren 60 de oude instituten zijn gaan verlaten. Het meest opvallende is de kerk. Ja. Maar het geldt ook voor socialisme natuurlijk. Ook in hoge mate. Nou, denk aan de achter het ijzeren gordijn. En waarom zijn ze dat gaan doen? Mensen hebben meer onderwijs, hebben het beter gekregen, de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. En zijn ook meer in staat om hun eigen mening te vormen over wat die godsdiensten en ideologieën nou eigenlijk beweren en voorstellen.
En vooral als je ontdekt dat ze allemaal hetzelfde patroon hebben. Namelijk, godsdienst is een verklaringsmodel om rampen en dingen in de wereld te verklaren. Want hoe komt dat dan? Nou, dat zijn gerechtvaardigde vragen die ieder levend mens met enig benul heeft. Hè, van waarom gebeuren die dingen? En hoe moet ik dat verklaren? Hoe krijg ik daar greep op? Nou, daar springen godsdiensten op af. En nogmaals, ook socialisme en communisme doen het ook. En die lijken enorm op elkaar. Want die beginnen altijd met de mededeling. De mens is in het begin dus gelukkig. Hè, helemaal gelukkig, klaar allemaal. God heeft ideaal geschapen. En dan maken de mensen een fout. Doen iets verkeerd. Want zo uit hoogmoed. Hè, ze willen net zo machtig zijn als God. Nou, de gevallen engelen, dat zijn de duivels geworden. Maar die hebben verkeerd. En dan neemt God wraak, want die wordt boos. Dat is die God uit het Oude Testament. Hè? Dus een kwaai, ja, boze God. Iets minder lief. Die heeft dat wraak. En die straft met... Nou, daar krijg je de verklaring voor rampen. Want de mens blijft altijd maar zondigen. Maar, en dat is dan de troost van de godsdienst. Je kunt de oorspronkelijke situatie herstellen. Als je tot inzicht komt dat je het verkeerd hebt gedaan. Je hebt een fout gemaakt. En als je daarvoor boete doet, dan kun je dus weer vergeving krijgen. En dan kom je... kun je nog in de hemel komen. In de ja. Dat heeft socialisme heeft dat ook. Die heeft ook dat arbeidersparadijs. Die heeft het zelfs nog op aarde geplaatst. Ja. Het begin van het socialisme. Zij dacht echt, ook hier in Nederland, van de revolutie kan er elk ogenblik uitbreken. Het begin van de 20e eeuw. Hè? De arbeiders aan de macht. Het arbeidersparadijs. En, zo. Ja. En die hadden ook die hele fout redenering. Boete doen enzovoort. Allemaal in termen van kapitalisme. Dus het lijkt op elkaar. Nou, mensen zijn meer in omstandigheden gekomen, meer onderwijs gekregen voor velen. Dat is heel opvallend. En die pikken dat niet meer. Of die zeggen van, dat maak ik zelf wel uit. Mensen zijn niet minder spiritueel geworden, absoluut niet. Maar het spat alle kanten op. Maar dat laat zich niet meer in dat kader persen van meneer pastoor maakt wel uit of jij, hoe jij het doet. Want die beoordeelt wel hoe je alles uitvoert. Of de dominee die regelt. Nee. Daar ga ik zelf over. Er is niemand meer ongeveer die in de concreetheid van het hemelse paradijs gelooft. Zoals men dat eeuwen en eeuwen heeft gedaan. Heel concreet. Hè, daar werd je door Jezus ontvangen. En daar zat je dag en nacht aan lange tafels te eten, te drinken, te zingen. Een groot feest. En men had al die paradijsvoorstellingen. Die zijn dus altijd op beloning gericht. Hè. Dat is het eeuwige leven. Dat is dan helemaal genieten. Dat gelooft niemand meer. Niemand gelooft. Er zijn wel mensen die allerlei gedachten over het hiernamaals hebben. Hè, dat er iets moet zijn. Er moet iets zijn. Ooit Plasterk, voormalig minister, ik kende hem goed, die heeft dat ietsisme genoemd. Men heeft zich gekeerd tot het ietsisme. Ja, dat klopt. Er moet iets zijn, er moet er wel iets. En toen is men dat gaan en met de vuist op tafel gaan slaan. En zich toen, dat individuen zich steeds meer op het aardse leven richten. Want dat was vroeger ook helemaal niet de bedoeling. Dat je moest alleen maar zorgen dat je veilig aankwam. En dat regelde meneer pastoor of meneer de dominee. Als je daar maar naar luisterde, kwam je veilig aan. Nou, niemand gelooft dat meer. Dus die slaat met de vuist op tafel en die zegt, dat regel ik zelf wel, daar ga ik over. En dat bepaal ik. En dat leidt tot wat men nu wel noemt verhuftering. Egocentrisme. Ja. Men is nu, ik moet nu aan mijn trekken komen, want later is te laat. En dat leidt ook dus tot een dringende, de toenemende geluksindustrie, geluksstreven. Ja. Want het moet nu hier op aarde gebeuren. En later, daar geloof ik niet meer in. De kerk zelf is ook, en dat is het meest duidelijke tekenen van dat, is ook heel nadrukkelijk van instituut dat zich met het hiernamaals bezig hield, met het eeuwige leven. En dat hebben ze 19 eeuwen gedaan. Dat ging de hele tijd alleen maar over hoe je in de hemel kon komen. Ja. En die zijn vanaf het begin van de 20e eeuw een vredesinstituut geworden op aarde. Men is zich op de vrede gaan richten, op aarde, dus op aardse dingen. Ze hebben het nooit meer over het hiernamaals, alleen bij begrafenissen. Ja. Was het protestantisme daar anders in? Want daar heb je natuurlijk de predestinatieleer dat het... Misschien begrijp ik het verkeerd, maar dat het niet uitmaakt wat je doet hier. Ja. Het is al voor je bepaald waar je uitkomt. Ja, ja. Nou, het geloof daarin is dus ook sterk afgenomen. In de zin dat mensen dat het menselijke in deze constructies herkennen. Hè? En dat heeft. En het is bij protestanten
baptisme is het veel minder duidelijk. Katholieken is veel duidelijker. Hè? Dat is gewoon investeren in de hemel door je best te doen. En als jij je best doet, dan word je beloond daarvoor. En daar heeft terecht het protestantisme bezwaar tegen gemaakt. Hij zegt zo, het is geen industrie waar je investeert en een paspoort voor de hemel kunt scoren. Nee, daar hebben ze ook helemaal gelijk in. Maar het geloof in dat hele systeem, dat is in hoge mate afgenomen en is veel meer naar de mens zelf genaamd. Humanisme, je noemde het woord stoïcisme, hè, zo van, of jij noemde het woord zoiets. Maar dat is veel bepalender geworden. En vervolgens, ik moet op aarde, moet ik aan mijn trekken komen. Nou, dat kan in termen van geluk of van welzijn of weet ik veel. Maar een richting op de aarde, ja, dat is heel duidelijk. En dat maakt ook de belangstelling voor geluk ook veel sterker natuurlijk. Ja. Dat is niet meer hemels verankerd, maar dat gaat nou steeds meer over hier op aarde. Zou het een goed idee zijn om terug te grijpen naar geloof, om zoiets, om die zorg over geluk weg te nemen misschien? Nee, want dat is, het is te herkenbaar. Maar begrijp mij goed, ik zeg er onmiddellijk achteraan, wat nu in de westerse wereld ernstig ontbreekt. Maar het is niet zomaar op te lossen, is gebrek aan ideologie. Ja. En daar valt dus ook geloof onder. Hè? Ik bedoel, dus geloof, ideologie en waar je de dingen aan kunt ophangen. Want je moet iets hebben. Ja, zingeving. En dat is nu het eens zijn daarover in verschillende vormen. Katholiek, protestant, islam enzovoort. En socialisme, communisme, noem ze maar op. Dat is dan verdwenen. Maar de behoefte aan zingeving en het behoefte aan het beantwoorden van die vragen. Ja, en alle menselijke wederwaardigheden en emoties. Ik heb wel eens opgeschreven, of in dat laatste boek van mij, Met een scheef oog. Ik kwam in een katholieke familie terecht, een ouderwetse katholieke familie, door mijn vrouw. Ik ben zelf, mijn vader kwam van de Bijbelbelt trouwens, maar die had er zelf mee gebroken. Dus daar ben ik verder niet in opgevoed, en mijn zusje ook niet. Maar die katholieke familie wel, en dat was eind jaren 60. En nou, dat stond toch, veel discussie ontstond er in die familie over geloofskwesties, maar ze waren toch nog wel erg, erg katholiek in allerlei maten. En daar heb ik eigenlijk, ik noem het voor het gemak maar even inspiratie, voor ritueel heb ik daar, is daar sterk gevoed bij mij. Want daar had ik weinig oog voor en dus ook geen ervaring mee. En daar werd ik getuige van niet alleen katholieke huwelijken, maar vooral katholieke uitvaarten, de uitvaartmis. En dat is een heel theater, hè, naar mijn begrip. Maar ik vond het een prachtig theater. En ik genoot daarvan, zonder gelovig te zijn. Maar ik vond het prachtig, de teksten vond ik mooi. Introitum ad paradisum, je wordt het paradijs ingeleid. En allemaal prachtige zang met allerlei dingen. En ik merkte ineens wat ritueel voor betekenis heeft. Dat had ik mij eigenlijk nooit gerealiseerd, omdat ik het ook niet goed kende. Dat is dat je je verdriet, hè, bij een uitvaart, dat je je verdriet ergens aan kunt ophangen. Je kunt het vormgeven, het krijgt een plaats. En dat geldt ook voor niet-christenen. Daar hoef je helemaal niet gelovig voor te zijn, om toch te merken dat het dan ergens, en dat je het deelt met andere mensen, die niet allemaal hetzelfde denken, maar wel, maar je deelt het. En ik merkte zelfs dat ik bij bijvoorbeeld de uitvaart van mijn schoonvader, het verdriet over de begrafenis van mijn vader ineens ook, dat kwam ook ineens terug en dat kon ik ook weer erg, daar kon ik iets mee. Ja, een plaats geven, daar hou ik niet van. Maar ik bedoel, ik kon er iets mee. Ja. Ik kreeg er weer een soort greep op. En dat kwam door dat ritueel. En toen dacht ik, als we dat allemaal gaan missen, en dat is voor heel veel mensen is dat nu het geval. Mm. Al is het opmerkelijk dat je heel veel mensen met kerstmis en met Pasen naar de kerk ziet gaan. Want dan zoeken ze dat ritueel weer op. En dat zijn niet alleen, dat zijn dus in de eerste plaats katholieken en protestanten die al lang uit de kerk zijn, maar dan dus toch weer naar naartoe gaan. Maar dat zijn ook een heleboel mensen die helemaal niks met de kerk hebben en ook nooit gehad hebben en die op die dagen wel naar de kerk gaan. Die behoefte zit heel diep bij mensen. Wij zijn kuddedieren, saamhorigheid delen. Maar dan moet je wel een ideologie hebben, iets. Dus er moet gewoon, kijk, er zijn vervangende ideologieën nu. Bijvoorbeeld oranje gevoel. Dat is een enorm saamhorigheid. We kennen het vooral uit de sport, maar ook uit Koningsdag en zo. Ja. Een soort saamhorigheid, want dat hebben mensen nodig. Je kan niet in je eentje leven, je moet met anderen. En daar moet iets omheen zitten. En dat moet ook zingeving zijn.
ik-geschiedenis is tegenwoordig ook een nieuw soort geloof. Wat zegt u? Dus ik-geschiedenis? Ik-geschiedenis, moet je maar opletten. Dus het verleden beschrijven vanuit jezelf. Of nou, dan krijg je de biografiecultuur bijvoorbeeld. Of van je familie. Geert Mak is daar het duidelijkste voorbeeld van. Hoe God verdween uit Jorwert. En dan beschrijft hij hoe hij zelf... Hij heeft jaren in dat Friese dorp gewoond. En heeft dus daar meegemaakt hoe daar God verdween. Hè, dat er langzamerhand het geloof, de ideologie uit dat dorp weggleed. Ja. En dat beschrijft hij vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen ervaring. Nou, hij heeft geschreven De Eeuw van Mijn Vader. Dat gaat over Europa dan. Dus de lokale geschiedschrijving is vanuit die vraag, hoe komt het dat ik ben wie ik ben? Nou, dat is ook behoefte aan ideologie, aan verklaring van hoe komt het dan? Maar waar de westerse wereld op wacht is weer een grote nieuwe ideologie, geloof, hoe je het ook wil noemen. Maar iets wat op dat hoge niveau de boel weer een beetje bij elkaar houdt en pakt en verklaart. En dat wordt ook des te meer beseft als je ziet dat bijvoorbeeld de islam, die een steeds duidelijker plaats krijgt in die westerse samenlevingen, dus ook in Nederland, en daar is niks op tegen, die heeft die weg nog niet begaan. Dat groeit, daar is nog een sterk geloof is daarin. Ja, het gevoel van gemeenschap. Ook allerlei gehoord, maar ja. Dat is daar nog zeer sterk aanwezig. En dit is niet, islam is niet een heel rare ander geloof. Dit samenhang tussen islam en christendom is veel groter dan je denkt. Alleen heeft men zelf, wil zich zoveel mogelijk van elkaar onderscheiden. Maar je weet, de islam, de Koran is de 8e eeuw. En daar komen Jezus en Maria ook in voor. Alleen niet in hun profetische rol, niet in hun verlossersrol. Maar er zijn allerlei andere overeenkomsten tussen die religies. Bijvoorbeeld, dan kijken mensen nu enorm tegen de halal-hypotheek aan. Hè, dat ze geen rente mogen betalen. Ja. Dat zat heel diep in het christendom. Oh, echt? Het heette woekerij, woeker. Ja. En dat was in de middeleeuwen was uitgesloten dat je geld uitleende of investeerde. Je moet allerlei trucs bedenken om dat te rechtvaardigen. En dat is gewoon precies hetzelfde. Alleen in de islam bestaat het nog steeds. Maar een heleboel elementen die wij nu raar vinden of soms ons tegenstaan in de islam, die waren in het christendom ook. De positie van de vrouw. Kijk maar in de brieven van Paulus. Dan kun je de vrouw ondergeschikt, de hoofd bedekken, niet in de gemeente komen. Het is ook haar hoofd ook. Wat je nu nog bij gereformeerden soms aantreft. Hè, dat ze de kerk ingaan, ja. Een hoedje op allemaal en zo. En dan hebben ze ontzettend kort rokje aan, een zwarte kous en alles. Daar gaat het helemaal niet om. Het hoofd, ja. Bedekt enzovoort. En dus al die kledingvoorschriften, die heb je ook in het christendom gehad. Alleen, ja, dat is een andere weg gegaan. Maar de behoefte aan zingeving, religie, ideologie, hoe je het ook noemt, die is op zichzelf niet te stuiten, maar die moet een nieuwe vorm vinden. En dat maken wij niet meer mee. Nee, jullie ook niet. Nee? Nou, de aanwas. Nee, ik bedoel, het is heel moeilijk om dat te herkennen. Hè? Ja, herkennen precies. Van dit komt er nu aan. Dat zijn typisch dingen die mensen achteraf altijd zeggen. Ja. Van ja, toen zag je het aankomen. Het is buitengewoon moeilijk om dat zelf dan nu te zien. Maar dat weer gebeurt op een of andere manier, daarvan ben ik overtuigd. Maar zou je dan kunnen concluderen dat men in de middeleeuwen gelukkiger was dan nu, dan men nu is? Nee, dat kun je helemaal niet concluderen. In theorie zou je dat wel moeten doen. Hè? Ik begrijp je vraag. Maar in de praktijk lopen er zoveel dingen mis met de verwachting dat men veilig en behouden bij het laatste oordeel zal aankomen. Dat een enorme angstcultuur veroorzaakt moet hebben. Ja. Omdat er natuurlijk voortdurend de meest verschrikkelijke dingen gebeuren, naar onze begrippen, rampen, overstromingen, ja, die men onmiddellijk interpreteerde als Gods besluit. En daar heb ik weer wat even over hadden, wat we nou natuur noemen, nu ze doen God. En dat uit de Bijbel afleiden en zeiden van ja, we worden gestraft. En daar was in de middeleeuwen veel meer aanleiding voor dan nu. Ik bedoel veel dagelijkser. Hè? Wij hebben nu de grote dingen van de natuur. Het gaat te pletteren, de duurzaamheid, ellende, enfin, noem maar op. Maar die hele grote problemen. In de middeleeuwen had je een paar keer per jaar een situatie van plotselinge schaarste, plotselinge overstromingen, brand. Die middeleeuwse steden die branden 3 keer per 10 jaar voor een groot deel af. Dus je verduurt het gevoel van ik doe het niet goed. Want dat werd altijd geïnterpreteerd als een reactie van bovenop.
En dat heeft mensen klaarblijkelijk, en dat kun je in dagboeken lezen en in dingen die ze nalaten allemaal, ertoe geleid dat men denkt van wij zijn op weg naar de verdoemenis. En, want het gaat niet goed. Dat wij komen, God zal meedogenloos ons aan, hey, je kent het laatste oordeel, de meedogenloosste kant van de hel opwijzen. En we mogen hopen dat we dan nog een beetje in het vaagvuur komen. Maar... dus ik bedoel, de zin dat mensen toen gelukkiger waren, of dat is geen enkele aanleiding om dat te denken. Nee. Nou, we zitten eigenlijk al over de tijd heen. Maar ik wil nog heel even snel vragen over uw voorwerp. Want hadden u een voorwerp genomen, gevraagd mee te nemen waar u gelukkig van wordt of inspiratie uithaalt? Ja. Ja, dat is deze steen. En daar ben ik ontzettend aan gehecht. Dus die, die ligt op mijn werkkamer ook, binnen handbereik. Kunt u het omschrijven? Het is een steen. Het is een natuurlijke steen, uit een beek gehaald door iemand die daar professioneel naar zoekt. En daar staat een H in gegraveerd. Nou, die is niet natuurlijk. Nee. Door degene die mij dat gegeven heeft, is daar gegraveerd. Ja. En dat is iemand die dat dus duidelijk kan. Ik bedoel, met een beitel, maar dat, dat kunnen wij niet. Tenminste, tenzij je daar dan niet, tenzij je daarvoor geleerd hebt. En dat was een studente. En ik ben in 1968 afgestudeerd in de Nederlandse taal en letterkunde. Met specialisme middeleeuwen. En ik ben toen meteen in dienst van de universiteit gekomen. Dat was in die tijd gebeurde meer. Enorme toestroom van studenten, hè, die uit andere milieus kwamen. Hoger onderwijs voor allen. Er was enorm behoefte aan docenten. Nou, ik werd geschikt bevonden. Ik vond het ook leuk en interessant om te doen. Dus, maar ik was heel jong. In die tijd waren studenten ook wat gespreider in leeftijd. Je hoefde niet, zoals nu, hè, zijn studenten die aankomen, zijn tussen de 17 en de 19, zeg maar. Mm. En moeten dus voortdurend punten scoren, want anders zijn ze niet op tijd klaar. En als dat zo is, dan moeten ze op een gegeven moment enorme, na 6 jaar zeg maar, moeten ze enorme studieschulden, ook collegegeld betalen. Dat was vroeger net andersom. Na 4 jaar hoefde je geen collegegeld meer te betalen. Oh. Terwijl je alle voordelen van het student zijn hield. Ik heb 7 jaar gestudeerd. Dat was normaal, 7 jaar. En, nou ja. Ik zeg dat omdat studenten toen veel gespreider in leeftijd lagen. En ik was net zo oud als studenten over het algemeen. Althans, een aantal studenten. Hè? Dus ik voelde me altijd erg verwant met die studenten. Nou, dat werkte eigenlijk alleen maar positief. Maar ik was toch onzeker. Nou, een van de eerste colleges die ik gaf in Amsterdam, Agnietenkapel, die hoorde toen ook bij de universiteit, Nieuwezijds Voorburgwal, vol met studenten die opstandig begonnen te worden. Want dit is het begin van de revolutie, hè? Eind jaren 60 aan de universiteit. Hè? Overal, Tilburg was ook actief, Nijmegen zelfs, nou, weer nagaan. En, hè, dus het ging, maar het hele westerse wereld ging bewegen, hè, zoals je weet. En zo'n groep, en ik kende verschillende van die studenten ook wel, dit waren jaargenoten van mij. Dus ik was daar toch heel gespannen over. En ik gaf toen een werkgroep meteen aan een groep van 20 studenten. En ik kostte me veel inspanning, ik bereidde dat enorm voor. En ik kreeg ook veel respons, dus ik vond het wel spannend. Ik was ook wel, ik dacht ook dat het wel goed ging, maar ik was daar niet zeker van. Ik was daar toch, ik weet niet, doe ik dat nou wel? En dan was er altijd in zo'n groep, waarin de groep dus heel actief moet zijn. He, veel interactie, ze moeten leren onderzoek doen. En ik moest ze dat leren. En trial and error, opdrachten geven, ging te fout. Ze moesten zelf vragen stellen natuurlijk. Nou, enzovoort, enzovoort, hele proces. En dan zit natuurlijk, de ene student heeft een grotere bek dan de andere student. En kunst voor een docent is om te zorgen dat ze allemaal aan hun trekken komen. Daar was ik niet erg ervaren nog in. Dus er was een meisje in die groep en ik vond dat een beeldschoon meisje. Dat doet overigens niet ter zake, geloof ik, in het verhaal. Nou ja, weet je niet. En dat meisje zei nooit wat. En dat was zo'n zeer introvert meisje. Ze deed heel, heel goed werk, dus dat had er niet mee te maken. Maar ik kreeg daar niks uit. En haar medestudenten ook niet, want die reageerden ook veel over. Maar ze was heel, heel erg bij de les en ze was heel erg aanwezig. Ja, nee, dat is een verkeerde uitdrukking. Ik bedoel, ze deed erg mee, alleen merkte hier er niks van. Ja. Ze zei bijna nooit wat. En toen was het afgelopen, dat college, en beoordelingen. Bij haar was dat ook goed en ze deed dat ook. En toen kwam ze een afloop naar mij toe. Toen bleef ze een beetje achterhangen. En toen gaf ze met deze steen. En toen zei ze dat ze zo genoten had. En ik was stom verbaasd. Want ik had dat helemaal nooit gemerkt. Ik,
Ik dacht, zij doet gewoon wel haar best, maar ze vindt er misschien wel geen zak aan of zo. Ja. Maar ik wist het helemaal niet. Dus ik was er ontzettend door verrast. En toen zei zij dat zij bewerker van stenen was. Daar was een bepaalde naam voor. Ik ben die naam vergeten. Maar was een jong meisje, 19 of zo, of 20, ik weet niet. En dat dit uit een... Pardon. En dat dit uit een beek komt, overigens ergens in het buitenland, en waar je dit soort stenen kon vinden, die natuurlijk geslepen zijn. Ja. En dat zij dus het vermogen kon met een beitel, dit soort dingen. Dus het is Haaf, mijn voornaam, Herman. En dat vond ik zo'n bijzonder verhaal. Dat verraste me zo, dat ik ontzettend, ik heb dat hele meisje daar nooit meer gezien, maar dat ik mij enorm aan die steen gehecht heb. Van dat je, en mij er dus aan herinnert, dat je nooit goed kunt weten wat je aan iemand hebt. En dat bedoel ik niet negatief, maar ik bedoel dat gewoon neutraal. Dat kan alle kanten opgaan. Dus ook die mensen die heel enthousiast reageren op van alles, die zijn er ook gelukkig, dat je dat ook niet precies weet wat dat voorstelt. Maar ook zeker, dus iemand die eigenlijk nauwelijks reageert, dat moet dan altijd aan denken door die steen. En verder vind ik het ontzettend lekker om hem in mijn hand te nemen. Hij is altijd cool. Ah, ja. Want het is hier nou toch relatief warm. Ja. Maar als je dit nu ook hier pakt, is het een coole steen. Dus dat vind ik ook zo knap van die steen. He, die trekt zich nergens wat van aan. En die deelt gewoon mee de essentie van de dingen. En dat was voor dat meisje, jij bent H, Herman. En je deugt, want dat bedoelde ze. Nou, mooi verhaal. En daarom is het heel bijzonder. Ja, mooi. Nou ja, dan zijn we nu aan het einde gekomen van de podcast. Heel erg bedankt dat u langs wilde komen. Heel erg bedankt. Ja. Met plezier. Ik vond het super interessant. Succes verder met jullie onderneming. Bedankt. Dank u wel. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de Podcast of Hope. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd door bent geraakt. Iedere zondag om 10:00 komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify en op al je andere favoriete podcast apps. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhope.nl. Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter. En zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving towards happiness.